Ik ben vandaag in Boksel aan de rand van de Campina en we gaan op bezoek bij Willem-Jan en Heike van Alphen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Boksel Natuurlijk. Hi. Goedemiddag. Inge. Willem-Jan van Alphen, aangenaam. Oh, waar is de boer? Daar ben ik. Maar waar zijn je klompen dan? Ik heb geen klompen. Hoezo niet? Ik heb nooit geen klompen aan. Maar jij gaat... Maak mijn hand terug. Ja, natuurlijk. Maar jij gaat dus zo de boer? Nee, zo ga ik niet werken. Dit zijn gewoon mijn zondagse kleren, zeg maar, mijn nette kleren. Ah. En in de stal heb ik andere kleren aan. Oké, okay, leuk. Nou, zullen we eens op pad gaan? Dat is goed. Ja? Wat is die lief? Hoe heet die? Senna. Hey Senna. Hi. Hallo. Hallo. Jij bent melkveehouder Jan Willem. Hoe ben je eigenlijk het vak ingerold? Eigenlijk pas op latere leeftijd, toen ik een jaar of 16 was. Toen was ik klaar met de metaalopleiding, zeg maar. En ik wou eigenlijk in de metaal wou ik altijd verder, maar toen dacht ik wel van ja, als mijn broer en mijn zus het bedrijf niet wilden, dan heeft daar eigenlijk niemand het bedrijf. En zo ben ik eigenlijk langzaam in het agrarisch vak ingerold. Oké, okay, en maar heb je altijd hier gewoond? Ik heb altijd hier gewoond. Is dit jouw ouderlijk huis dan? Dit is mijn ouderlijk huis en ik ben eigenlijk nooit het huis ontvlogen. Oh, dat is wel fijn voor jou dan. Hey. En hoe ziet jouw dag eruit? Nou, 's morgens vroeg, 7 dagen in de week staat de wekker. En we beginnen eigenlijk eerst al bij de kalfjes. Als de kalfjes melk gegeven hebben, dan gaan wij verder naar de melkstal. De roppels bijhouden, lichtboksen schoonmaken, voer aanvegen. En dan is het zo 9 uur eten en dan gaan we weer door. Willem-Jan, dat is het. Ik zei net Jan Willem. Ja, dat maakt helemaal niks uit. Sorry, anders moet ik Jan Willem-Jan zeggen. Dan zit ik altijd goed natuurlijk. Ik luister over, Anne. Waarom beginnen we nou bij de kalfjes eigenlijk? Puur om hygiëne maatregelen begin ik al 's morgens bij de kalfjes. En dan ga ik naar het oudere vee toewerken. Jongere kalfjes zijn altijd vrij kwetsbaar. Ook qua bacteriën inbreng. Dus daarom begin ik bij jonge dieren en ik werk naar oud toe. En dat is eigenlijk ook de dagindeling van mezelf, die ik mij zelf aangeleerd heb. Ja. Maar kalfjes worden geboren zonder een, afweerstoffen. Daar moet ook meteen het kalfje eigenlijk zo snel mogelijk biest erin hebben. Ja, ik kon het zeggen, er zit toch een biest. Zodat hij de afweerstoffen kan opbouwen tegen ziektekiemen die van buitenaf het beestje willen besmetten, zeg maar. Ze hebben allemaal gele oorbellen in, waarom is dat? Daar zijn we ook eigenlijk verplicht om meteen een kalfje wat geboren is, om het een oornummertje te geven. Okay. Dan is hij eigenlijk traceerbaar, ook dat het mijn bedrijfsnummer erin zit. Oké, zeg maar. Want dit is bijvoorbeeld 4485. Hallo 4485, kom eens uit je hokje. Kom maar. Zo'n nummer wijzen allemaal door. Kom maar. Elk kalfje wat hierna geboren wordt, Hallo. Krijgt een opeenvolgend nummertje. Hi. Dit zijn allemaal vleesrasjes. Dat kun je ook zien aan een beetje grijs. Wat zijn dat? Vleesrassen. Er zijn haar moeder. Genetisch voor mij niet interessant om daarmee verder te fokken. En daarom dan doe ik daar een vleesras op. Dat is een kalfje waar meer body heeft, meer gewicht. Wat ook meer opbrengt als een andere kalf, zeg maar. Omdat ik daar met die moederdieren niet verder wil fokken. Oh ja. En heeft deze ook een naam, of niet? Nee, ja. Is het een jongen? Het is een meisje. Oké. Okay. Hi. Hoe heet jij? Hi, Bram. Ik ben Inge. Bram, kom eens. Dit is een meisjeskalf, hoor ik net van jouw papa. Hoe zullen we die eens gaan noemen? Roos. Het is jouw kippen. Dat is een leuke naam. En roep eens Roos, misschien komt ze wel. Roos. Nog een keer. Roos. Roos, kom eens naar buiten. Kom eens kijken, je hebt een naam. Roos. Dit zijn ook kalveren, Willem-Jan. En hoe oud zijn deze nou? De rechtse groep die is nou 5 weken oud. En die 3 hier bij de waterbak, deze zijn nou 8 weken tot bijna 9 weken.
Hier probeer ik eigenlijk groepjes te maken van leeftijd. Dat is een mooie daarin ook verder gaan met, naar de andere stal. Zeg maar, dat de leeftijd altijd kloppende is. Zeg maar. Oh, zo ja. En dit zijn allemaal meisjes. En die, deze worden later allemaal melkkoeien. Zeg maar. Dus dit, okay. Dit is genetisch goed fokmateriaal. Oké, en deze gaan straks het land op? Of, Ja, ze gaan na deze stal gaan ze nog naar een ander stalletje. Daar staan ze tot 8 maanden. Staan ze daar. En als deze een leeftijd bereikt hebben van 13 maanden ongeveer. Tegen de 14 maanden aan, dan kan ik ze voor het eerst insemineren. En dan kalven ze bij 23 tot 24 maanden kalven ze af. Als ze eenmaal drachtig gevoeld zijn, dan gaan ze altijd naar het natuurgebied. Hier in de Campina. Daar heb ik van Brabants Landschap heb ik daar percelen. En daar gaan ze eigenlijk zeg maar naar buiten toe. En dan ongeveer 5 tot 6 weken voor het afkalven, dan ga ik ze naar huis halen. Het duurt voor mij 2 jaar voordat ik eigenlijk de eerste druppel melk van dit beestje kan gaan melken. En dan kan hij eigenlijk zijn opvoerkosten terugverdienen. Dus het is eigenlijk voor ons ook heel erg hard nodig dat wij de dieren zo oud mogelijk kunnen laten worden. Dat we ook rendement uit de dieren halen. Ja, ja. Je hebt hier allemaal meisjeskoeien staan. Of ja, dat zeg ik natuurlijk verkeerd. Dat heet zo niet, hè? Ja, hier staan eigenlijk allemaal vaarsjes. Oh, vaarsen. Maar heb je ook jongenskoeien? Stieren zijn er dan? Ja, die heb ik. Ja, net in de alvekalfstal heb ik mij gevergist. Dat waren toch 3 jongens die daar stonden. Oh, dus Roos was... Ja, Roos was toch Roderick? Maar die gaan na 14 dagen gaan die naar een ander bedrijf. En met jongens, daar kan ik op dit bedrijf kan ik niks mee. Ik ga eigenlijk altijd liefst voor vrouwelijk vee waar ik me verder kan fokken. Ja, want je bent natuurlijk melkveehouder. Ja, en stieren kunnen op de dag van vandaag nog steeds niet voor melk leveren. Nee. Dus dat gaat niet. We zullen naar de andere stal. Prima, vertrekken. Helemaal goed. Nou Inge, dan zal ik jou eens eventjes aan het werk zetten. Oh, wat gaan we doen? Kan Bram jou helpen met een beetje brok geven? Ze moeten over deze 3 bakken moet het emmertje verdeeld worden. Oké, Bram, kun jij mij helpen? Hallo, jullie krijgen eten. Hallo dames. Ja hoor. Kom maar. Hij is leeg. Hoe zit dat met die cijfers? En de oornummer zijn gewoon elk kalfje wat geboren wordt, krijgt van mij een nieuw oornummer. En dat nummer loopt gewoon door. Dus nu kun je zien dat hier 44, 43 op zit. En daar 57. Dus er zitten wel behoorlijk wat kalfjes tussen. Ja, dus hij is gewoon jonger. Hij is behoorlijk jong. En dit is ook wel een ras wat behoorlijk wat vlees wil aan gaan maken. Wat is voordeel dan dat ze zo veel vlees? Nou, een soort heteroses effect. Heteroses effect. Als je dus met verschillende rassen met elkaar gaat kruisen en je blijft met kruisen, dan pak je overal de voordelen van. Er is niks zo slecht als inteelt. En heet dat heterose? Ja, heteroses effect. Dus dit diertje is daar ook en meer vruchtbaarder. En dit is eigenlijk een mond op jaren. Dan ga ik daar met een Viking Red ga ik erop schuren. En dan ga ik weer terug naar een Holstein. En zo, blijf ik roleren. Snappen wij dat allemaal nog? Hè? Hey, wil je mij een kusje geven? Wil je mij een kusje geven? Kom dan. Oké, en wat gaan we nou doen? Dan gaan we nou even de stal in, dan gaan we naar de robotrok toe. Oh, leuk. Doen we eerst even laarzen aan puur hygiëne. Okay. Welke maat heb jij? Maat 37. Oh, ik heb alleen 43, dat is de kleinste maat. Oh. Pak ik deze? Nou, dan zullen we eens kijken. Die moeten dan toch wel passen, denk ik, hè? Nou, dan gaan we even de robotrok bekijken als de hond het toelaat. Hoi, Senna. Mogen we erbij? Oh, jee. En als je hier aan deze kant kijkt, dan liggen hier waterbedden. Oh, die zijn groot. Waterbedden? Ja. Ja, als je hier gaat kijken, deze zijn waterbedden waar de koeien op liggen. Oh, dat is echt een waterbed. Dat is echt een waterbed, ja. Jeetje. Kijk dan toch. Oh, die hebben het goed. En die moeten we maar is dat warm water of koud? Nee, het is gewoon koud water. Maar een koe, die warmt hem op een gegeven moment op. Omdat hij natuurlijk er heel lang op gaat liggen. En die houdt niet van warmte zo erg, hè? Nou, het is wel in de zomerdag. Dan is het water is koud. Dus een koe kan zijn warmte kwijt, zeg maar. Dus dat is ook weer een voordeel. Oh ja. Ja. Maar hier hebben we het robotgedeelte. Mag het er zo in? Ja, ja, natuurlijk. Oh, kijk, hier worden de koeien gemolken. Zo, dat ziet er spectaculair uit. En door deze slang wordt nou op 1 speentje nog maar de melk afgevoerd. Die anderen zijn al klaar. Oké. Okay. Ja, het is alleen vocht is daar. Oh, dat maakt niet uit. Hier zit een beetje waterstofperoxide in, meer niet. Oh, waterstof. Ja, dat is om de borstel te ontsmetten. Ik kan het helemaal aankleuren. En dit is allemaal stoom, dus om droog te maken denk ik. Nee, dat is eigenlijk om te ontsmetten. Stoom is heter dan 100 graden. Okay. Dus elk bekertje wordt zo ontsmet, zeg maar. En dat is heel belangrijk, want anders heb je als je een virus of een bacterie bij een speen bij een koe treft, dan heb je dan binnen no time de koppel besmet. Maar hier worden ze 3,1 keer per dag worden ze gemolken. En ik zit ongeveer op 4,3 weigeringen per dag. Dus per dag komen hier bijna 700 tot 800 koeien komen er doorheen. Oké.
Dus daarom is het altijd wel heel belangrijk om alles schoon te maken. Ja. Want de koe is niet zinnig, die poept terwijl die loopt. Ja, dat snap ik. En dan wordt die voorbehandeld. En dan gaat ze mooi met zijn benen uit elkaar. Ja, maar dat is ook met een roostertje. Een koe staat ook nooit niet graag voor rooster, een soort wilde rooster, zeg maar. Ja. Dus dat roostertje zorgt ervoor dat de poten mooi in elkaar staan. En als je nou zou misten, dan valt het meteen in de put, ja, zeg maar. Kijk, oh ja. Als je daar klaar is met borstelen, dan gaat hij kijken waar de speentjes zitten. Ja, ja. De robot weet waar de coördinaten van de spenen zitten, dus die weet al waar hij moet gaan zoeken. Alleen hij moet even precies kijken waar ze echt zitten. Het is ongelooflijk. Mooi stukje technologie, hè? Het is echt indrukwekkend. Nou, okay. Dit gaat zo 24 uur per dag door. Daar komt de melk aan, zo. Ja, dat komt al aan. De eerste paar stralen die we apart houden, dat zijn verplicht. En nu ik heb alle spenen, heeft hij nou melk geconstateerd. En dan gaat hij op de borstels aan het reinigen. Ja, maar dan weet ik dat deze melking is eigenlijk nou wel gelukt, zeg maar. Want nou is gewoon de tijd uitzitten dat alle melk uit het eier is. En dan kan daar de koe kan dadelijk weer zijn weg vervolgen. Ja. Maar die koeien die komen eigenlijk gewoon omdat er een snoepje in ligt. Ja, een snoepje. Ze willen gemolken worden, want ze willen natuurlijk ook van de melk af. Ja. En, ja, het is maar dat... hoe leren die koeien er dan eigenlijk zo snel aan? Want, Er zit wel heel veel verschil in. Je hebt koeien bij die je ooit echt 3-4 weken moet gaan halen, die je voor het eerst gekalfd hebben. Maar er zijn ook koeien bij die je net gekalfd hebben voor het eerst. En die op een gegeven moment binnen 3 dagen al de robot helemaal plat lopen. En elke keer gooit de robot ze eruit. Die komen ooit... Ik heb er eentje bij gehad, die kwam 35 keer per dag. Dus dan dus heeft die echt de robot flink bezet gehouden. Dat was een snoep komt. Ja, dan had zij wel in de gaten dat daar ook iets te halen viel, zeg maar. Leuk. Kijk, en als je hier de melk in een glas komen. Deze melk die is natuurlijk 37 graden, die uit de koe komt. Oh ja. En hier wordt ons huis mee verwarmd en ook de zorgboerderij. Oh ja, jullie huis. Dus de warmte van de koeienmelk, daar verwarm jij je huis mee? Ja. Het is ongelooflijk, hoe werkt dat? Nou, hij gaat eerst vanaf de melkglas hier gaat hij door het filter naar de melktank. Ja, de melktank zit een soort warmtewisselaar op. Ja. Maar die melk die moeten wij zo snel mogelijk naar die 3,5 tot 4 graden temperatuur zien te krijgen, die koel is. Ja. Koeien die geven gemiddeld hier 3200 liter melk per dag. En van die 3200 liter melk ga ik dus vanaf die 37 graden die in de tank binnenkomt naar 4 graden, die warmte pomp ik in mijn huis. Dus dan pomp je in principe 33 graden in je huis? Ik krijg de warmte van 40 graden water krijg ik binnen. Want dan komt het door de hogere druk, krijg ik warmer water binnen. Dus ik hoef eigenlijk, mijn vloerverwarming die draait gewoon standaard op 35 liter op 35 graden temperatuur. En als ik het echt warmer zou moeten hebben, dan kan ik mijn cv-ketel erbij sturen. Die wordt ook gevoed met water van 40 graden. Nou, dus ik verbruik bijna geen gas. Ja, ik vind dat echt geweldig. Ik bedoel, duurzamer kan het niet. Ik gebruik alles wat er maar te gebruiken valt. Ja. Dus de warmte zelfs, ongelooflijk. Ja, mooi man. Nou lijkt het net alsof dat je dus eigenlijk helemaal niet meer bij die koeien hoeft te zijn, want alles gebeurt vanzelf. Nou, dat lijkt zo, maar het moet wel heel vaak nog, de boksen moeten schoongemaakt worden, de roosters moeten schoongemaakt worden. Oh, dat toch wel. Maar dan ga je dan zo doen? Normaal eigenlijk heb ik het overal, maar we kunnen wel eens even een paar boksen schoongemaakt, want hier heb jij een boksenkrabber. Oh, moet ik dat doen? Ja, kom maar eens eventjes mee. Strontruimen. Oh jee. Kan ik toch niet uit? Ze bijten niet, hè? Nee. Oh, ik sta midden in de poep. Kijk, wat heel belangrijk is, is dat ze op een laagje houtzaagsel liggen. Hij is niet mee eens dat ik kom. Nee, ja, maar deze koe is altijd heel aandachtig. Oh, wat zeg je dan? Dan mag jij hier die mest eruit halen. Dit is dit mest? Ja, gewoon op de rooster trekken en dan daar een laagje houtzaagsel overheen. Oh, dit mag eraf. Ja, en zo moeten we heel de stal doen. Oké, dat is dan best wel veel werk. En hoe vaak doe je dit dan? Ik doe dit gemiddeld 6 tot misschien wel 8 keer per dag. Hij gaat gewoon... Ja, hij loopt heel aandachtig mee. Maar hij eet mij niet op, hè? Nee. We hebben gras, daar vinden ze veel lekkerder. Ja, maar ja, je weet... Oh jee. Ja, die had jou net gezien bij dat deurtje, denk ik. Oh, ben jij daar? Oh jee, daar gaan ze vechten. Oh. Ja, kom op. Hoeveel koeien heb jij hier nou in de stal zitten? Ik heb 109 koeien heb ik altijd gemiddeld gehad. Oh, hier zitten er nou ook 109 dan? Ja, hier in deze stal niet, maar ik heb er daar nog enkele die droog staan, zeg maar. Oh, daar gaan we daar naar kijken. Ja, die kunnen in de wei liggen. En, want het probleem wat nou heel erg speelt, is dat stikstof gebeuren, hè? Ja, dat klopt. Deze is eigenlijk nog een stal, deze is nou 20 jaar oud. Waar het probleem eigenlijk is, kijk, hier gaat mest gaat op deze roosters liggen. Een koe die plast daarbij. En hier zie je ook die luchtopeningen. Ja.
mest en urine bij elkaar, dat gaat op een gegeven moment ammoniak vormen. En omdat deze spleten open zijn, kan er lucht in. Dus de ammoniak zou er ook uit kunnen. Ja. Nou, en tegenwoordig, dit zijn dus oude systemen. Ik moet daar ook naar een emissiearm systeem. En dan zie je dus eigenlijk dat er overal cassettes in zitten met klepjes. Die dat de mest zo snel mogelijk gescheiden kan worden. Dus de urine en de mest die wordt eigenlijk zo snel mogelijk van elkaar afgehouden. En dan kan er ook geen lucht meer in jouw kelder. Dus dat is eigenlijk emissie. Ja, want daar, als er lucht erbij komt, dan krijg je de stikstof inderdaad. Ja, dan kan ze eigenlijk, ja, dat kan je gaan vervluchten, zeg maar. Ja, ja. Dan gaan we nou even het voer aanvegen van de koeien. Ja? Dan kunnen ze wel lekker knabbelen. Oké, jij gaat ook mee het voer aanvegen. Ja, daar hou ik Bram al van. Oké, dat is leuk. Niet zo hard, want die zijn een beetje. Ik lijk wel de glazen kat. Nou, hier zie je nou eigenlijk mooi de koeien in de wei liggen. Hier houdt het bedrijf ook eigenlijk een beetje op. Hier heb ik niet meer in geïnvesteerd, want ik wil volgend jaar een nieuwe stal zetten. Hoe moet dat dan? Ja, dat wordt nog wel een dingetje, want laten we eerlijk zijn. Kijk, mijn financiering, daar sta ik eigenlijk al, zoals ik al zei, met één voet sta ik er al in. Als ik daar al mijn verplichtingen aanga met de bank, met mijn aannemer en ik heb getekend. En ineens pakt de provincie mijn stikstofruimte af. Moet ik dan nog een paar ton neertellen bij de provincie om mijn stikstof weer terug te gaan kopen. Ja, geen enkele koe heeft daar iets aan. Ik hoor jou de hele tijd zeggen uitbreiden. Maar aan de andere kant van de regering die zegt juist inkrimpen. Hoe zit dat? Ja, nou, ik zal eerlijk zeggen, als ik met dezelfde aantal koeien mijn kostwinning kan verdienen, dan zou ik daar meteen voor kiezen. Maar ik moet een duurdere stal gaan bouwen, die beter is voor mijn koeien natuurlijk. Dus ja, dan moet ik wel mijn aantal koeien kunnen verhogen. Maar als ik moet gaan halveren, ja, dan moet de melkprijs minimaal al verdubbelen. Ja, dus ze zeggen aan de ene kant, je moet inkrimpen. En aan de andere kant zeiden ze, maar je moet ook investeren om het duurzamer te maken. Ja, en dan is voor mij geen toekomst meer, zeg maar, als dat doorgaat. Dat gaat toch niet? Nee, dat gaat zeker niet. En dat is niet alleen bij mij, dat is bij iedereen. Nederland is gewoon een heel duur land om in te produceren. En we hebben vorig jaar met alle melkveehouders in Nederland hebben al 8,3% van hun koeien weg moeten doen. Ja, rente, aflossing, alles gaat gewoon door. Dus ja, jouw marge staat onder druk. Snap ik. En dan moet je daar een keer een investering aan gaan met recht en alles op en eraan voor bijna een miljoen. Maar kun je daar nog wel van slapen hoor? Hoe zit dat dan? Ik kan daar wel van slapen als ik maar weet waar wij aan toe zijn. Maar het is niet allemaal dat je touw trekt van links naar rechts. En dan is het die daar het hoge woord in wil van hey, we willen gaan halveren. Wij willen gewoon duidelijkheid. En laten we eerlijk zijn, het gaat allemaal over het stikstof gebeuren. Wat we eigenlijk uitstoten. Maar dat wordt niet verteld. Kijk, als ik hier nou een veld met gewassen zie, dat neemt ook stikstof op. En wij zaaien ook gras met klaver wat stikstof uit de lucht haalt en bindt aan het gewas, zodat het gewas harder groeit. Dus wij halen ook stikstof en met name ook CO2, wat wij eigenlijk in de bodem op kunnen slaan, maar we worden niet voor gecompenseerd. Nee. Boeren hebben de oplossing, hè? Daar roepen wij al langer, maar daar wordt niet naar geluisterd. En wat is volgens jou de oplossing? Ja, als je gaat kijken ook hoeveel CO2 dat wij binden in onze bodem en hoeveel stikstof wel onze depositie is en wij kunnen daar naar emissiearme systemen toe gaan, zodat de koe het goed heeft in de stal, maar ook in de wei. We hebben emissiearme systemen zodat we ook die stikstof in onze stal kunnen houden. Ja, dan snijdt het mes aan twee kanten. Maar we moeten wel duidelijkheid hebben dat wij ook door kunnen met onze investeringen. Hoe zie je jouw toekomst? Mijn toekomst zie ik eigenlijk nog steeds met een nieuwe stal die duurzaam is. En dat ik mijn koeien kan gaan weiden. Dat ook de koe in de wei kan. En dan denk ik dat ik daar mee oud kan worden. Ja, en dat je ook iets achterlaat voor je nageslacht. Ja, dat sowieso. Kijk, wij dragen de boerderij van generatie op generatie. En daar gaan wij vanuit. Ja. Wij zijn afhankelijk van de natuur. Maar we gaan nou eerst even een stukje maaien, want de koeien hebben honger. Oh, want ik wilde eigenlijk net afsluiten. Nou, we gaan eerst even gras maaien. Gras maaien. Gras maaien. Draaien. Dit was Boksen natuurlijk. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer.
Stoppen! Stop! Oh, hoe moet dat ding stoppen? Joe, Willem-Jan! Oh, oh, oh jee!